De Global Leadership Summit, GLS, is meer dan een conferentie. Het is een katalysator voor transformatie en een krachtige tool om de gemeenschap te veranderen. Dit jaar wordt de zesde editie van de GLS gehouden op 10 en 11 mei. Anders dan voorheen wordt deze leiderschapsconferentie niet in Thalia, maar in TBL gehouden. Serge André, directeur Apollos Training Instituut, zegt dat de reden hiertoe is dat Thalia momenteel wordt gerenoveerd. Hij geeft aan dat de GLS nodig is om leiders de gelegenheid te geven weer bij te denken. Laden voor een nieuw seizoen. <laughs> en wie, wie, wie kunnen we dan een leider noemen? Zijn het alleen directeuren van bedrijven of managers? Wie, wie uh, komt die aanmerking eigenlijk? Leiderschap vindt overal plaats. Uh, overal waar gewerkt wordt, maar ook in gezinnen. Daar wordt ook leiding gegeven. En leidinggever heeft alles daarmee te maken... Dat iemand een bepaalde visie heeft en die visie wil realiseren en je eentje bemerk je van hé hey, je kan die visie niet in je eentje realiseren dus je hebt mankracht nodig andere mensen die jouw visie kunnen supporten en dan je verzamelt ze je, je roept ze bij elkaar en wat dan gebeurt is dat jij als leider en daarom ben je een leider dat jij niet zozeer het werk doet maar dat je al deze mensen weet te bundelen met hun specifieke kwaliteiten om uiteindelijk dat product die visie die je hebt, om die visie te helpen realiseren. André wijst erop dat een ieder die leiding geeft, zoals leerkrachten, huismoeders, ondernemers of ambtenaren, kan deelnemen aan de GLS. Hij benadrukt dat de conferentie wel een christelijke basis heeft, maar open staat voor een ieder. Vooral omdat we in een multiculturele samenleving wonen, zegt André. Nou, als we kijken naar de mensen die naar de GLS komen, zijn absoluut alleen christenen. En Suriname is multicultureel, multiethnisch en in multi zoveel andere opzichten. Ja. En we zien al deze mensen naar de GLS komen de afgelopen uh, vijf edities die we hebben gehad. En als we kijken nu ook naar de inschrijvingen, dan zien we weer het multiculturele zich daarin weer spiegelen. En die komen allemaal naar de GLS en die zijn van harte welkom. Inhoudelijk, ja. wie zijn de sprekers? Nou, ik zal twee à drie van ze even eruit lichten. Uh, waarom? Omdat die ook aan hun toespraken zijn, hoe discussies gekoppeld. Misschien heel kort even iets zeggen van: al de toespraken die vertoond worden, beluisterd worden, die zijn allemaal Nederlands ondertiteld. En daarnaast is er een, altijd een host die het, de vertaalslag maakt naar de Surinaamse context. Maar bijvoorbeeld de toespraak van uh, T.D. Jakes, waarin hij in gesprek gaat ook met een zakenman over de uitdagingen van het zaken doen. Daar is er een discussie aan gekoppeld. En dan hebben we ook een, iemand uit het bedrijfsleven in Suriname, en iemand uit de politiek, die dan uh, in, in een panel gaan vormen om daarover te discussiëren. Van hoe kunnen we die vertaalslag maken naar de Surinaamse context? We hebben Simon uh, Sinek, die ook gaat praten over uh, leiderschap. En dan hebben we ook nog een mevrouw Julia Funt. Die spreekt over uh, hoe belangrijk het is om, als je van de ene vergadering rent en houdt naar de andere, om daar tussenin um, voor jezelf even een tijd te nemen om uit te rusten. Nou, de kijkers die zijn van harte welkom. Die kunnen naar onze website www.gln, omdat we een netwerk aan het worden zijn. Dus www.gln.suriname.org. Uh, of ze kunnen bellen op 426252 of 866. 30, 18, om aan meer informatie te komen en zich te registreren. Het, het is altijd prettig als mensen zich tijdig registreren. Ik zeg niet dat ze op die dag dus 10 en 11 niet meer kunnen registreren, maar we moeten van tevoren um, zoveel dingen doen. Onder andere moeten we ervoor zorgen dat ze allemaal consumptie krijgen en die moeten we bestellen aan de hand van het aantal mensen die zich hebben geregistreerd. Serge André, directeur van het Apollo's Trainingsinstituut, dat de trekker is van de zesde editie van de Global Leadership Summit 2019. De conferentie wordt gehouden in TBL Cinema en begint op 10 mei.